Sint-Naam, Sint-Clement. Sint-Clement, beschermer van de stad Ohrid. Bij de plein in beneden staat zijn standbeeld. Hij draagt de stad Ohrid zo in zijn hand. Hier, deze kerk, was de kerk van Sint-Clement. Een van zo'n beetje aparte hoeken ligt ook zijn graf. Hij is daar begraven. Ottomaanse tijd, deze kerk moskee. Helemaal vernietigd in de moskee gebouwd. Daarna, de resten van die andere kerk kwamen hier in deze kerk. Maar deze heilige plek is niet alleen de kerk. Hele complex. Vroeg-christelijke kerk, dat zien wij dadelijk. Naast de kerk is zo een doopplaats, doopvond. En ook veel vleurmozaïken, dat zien wij ook daar straks. Dus vroeg-christelijke kerk. De kerk zelf van Sint-Clement heeft ook gebouwd aan de resten van die andere vroeg-christelijke kerk. Ook tijdens die, zijn leven hier was een universiteit. Stel maar in de 9e eeuw 3500 studenten. Zo. Onze regering nou geeft een visie, willen ze iets bouwen wat vroeger was eigenlijk. Wij zien hier de kerk in de midden. Deze alle andere gebouwen wordt bijvoorbeeld residentie van Macedonische Orthodoxe Kerk. Kamers, bibliotheek, administratieruimte, museum, computercentra enzovoort. Alles wat nodig is. En denk ik straks wordt ook mooi complex. Als universiteit gebruikt. Nou, eerst gaan we naar die... Maar worden het dan van die hele moderne gebouwen eromheen? Ja, wordt het zo. Maar het is eigenlijk een vlag op een modderschuit. Ja. Jongens, niet zo streng. Maar dat is de visie, zeg maar. Ik vind het bijzonder allemaal. Ja, wij zien wel. Misschien de materialen corresponderen toch hier nog. Deze is ook nieuw. Tuurlijk. Wij zien wel hoe dat gaat. Chronologisch begin ik bij die doopvond naast de kerk. Kijk, dit is de kerk van Sint-Clement. Jullie hebben het gehoord. Naar links. Er wordt hier flink gebouwd. Hier beneden nog resten van de oude kerk. En hier lijkt het op dit moment vreselijk te worden. Zoals ook de bouwactiviteit aan die kant. Maar de bedoeling is hier om een soort studentencomplex met een bibliotheek te gaan bouwen. En een informatiecentrum. Dus dat kan nog best iets heel moois worden. En dan natuurlijk met de kerk als centraal punt.